Hallo allemaal, Karel Eiting hier. Ik heb het 1000ste doelpunt gemaakt voor Volendam. Maar ik was ook wel heel erg benieuwd wie het eerste doelpunt had gemaakt voor Volendam. Dat blijkt Johan Pelk te zijn geweest. Dus eigenlijk wil ik wat achtergrond willen we allemaal graag weten. Dus we hebben hem onder valse voorwaarden hebben hem hier naartoe gehaald. Om even zijn verhaal te horen. Dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Daar ben ik al. Hey, goeiedag. Hey. Johan Pelk. Karel Eiting. Leuk te ontmoeten. Ja, een tijdje geleden, maar ja. En dit hadden we toen nog niet, hè. We hadden in de modder. En voor mij is het dus dat ik met mijn 15e erin kwam, tot mijn 31ste. Ja? Ja. 15e, maakte je, dat was je debuut? In 15 kwam ik het voor het eerst op het veld. Zo. En dat duurde tot mijn 31ste. Toen tegen DWS, die wedstrijd, zette ik de eerste goal. Ja. En we wonnen die wedstrijd ook. Dat gebeurde toen nog. Nu niet meer. Nu gebeurt het ook nog wel eens hoor. Maar toen speelden we met Toom de Kip en Klaas Karrehat. Maar het is toch mooi als je de eerste goal maakt van Volendam in de Eredivisie. Ja, ja. Mooie statistiek toch? Ja, zeker. Ik begreep ook dat je nog wat spullen had meegenomen, nog wat foto's. Vind je het leuk om het te laten zien aan ons? Ja, dat wel. Zullen we dat doen? Kunnen we doen. Kunnen we doen, gaan we doen, oké. Okay. We staan hier nu samen, je hebt wat mooie spullen meegenomen, maar wel leuk als je een paar dingen kan mee kan nemen wanneer het was. Dit is volgens mij tegen DWS. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Kijk, die tribune zat helemaal vol. Ja. Weet je nog hoeveel mensen er toen waren? Enig idee? Ja, tussen de 10 en 12 jaar. Ja, 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 veel. Hé, maar hier, dit is, ik heb hier nog een leuk blaadje. Ja? Hier ben jij ster van de week benoemd. Gebeurde ook. Gebeurde wel eens, hè? Ja. Yeah. Maar als je het zo terugleest, zijn er ook wat vragen. Waar jij antwoord op gaf, is misschien ook wel grappig om even te kijken of je nog je eigen antwoorden. Of je nog steeds achter staat. Ik hoop het. Even kijken hoor. Ik moet hier zo lachen op een paar vragen. Staat hier bijvoorbeeld, hoe ziet u de voetbaltoekomst? Weet je wat jouw antwoord daarop was? Nou, vertel het. Ik schiet al aardig op. Zo lang zal het niet meer duren. Dan ben je toch heerlijk? Dan ben je toch heerlijk, ja. Zo is het ook. Meeste hekel aan bij voetballen. Ja, dat is straks ook al over. Mandekking. Verschrikkelijk als een mannetje achter je aan ging. En je moest erachteraan. Ja, of erachteraan, of ze kwam achter jou aan. Dat is altijd niet leuk. Het is toch lastig met voetbal, want het gebeurt nog wel eens. Het gebeurt. De echte reden waarom we hier zijn, buiten dat het leuk is om elkaar een keer te spreken, is omdat de club en eigenlijk iedereen heel trots is op jou dat jij de eerste goal hebt gemaakt. Dus daarvoor hebben we wat voor je meegenomen. Ja, dat is wel leuk. Onderscheiding. Eerste doelpunt in de Eredivisie van Volendam. Die is voor jou. Nou, dankjewel. Krijgt hij een mooi plekje? Ja, ik krijg een mooi plekje. Waar ga je hem, als ze binnenkomen, dan zien ze allemaal, hup, meteen dat dingetje. In de winkel? In de winkel. Nou, mooi. Wilde ik zeggen, 100% kans. Martens ziet toe hoe hier de gelijkmaker binnenvalt. Heeft hij prima het voordeel gegeven. Eiting. Mooi doel. Prima goal. Met de 1000ste voor Volendam in de Eredivisie. Ja. Karel Eiting. Maar dit moet eventjes veranderen. Ja, daarom. En meer druk op. Ja. Dan blijf je meer compact en dan krijg je meer kansen. Dit is voor je 1000ste goal die je hebt gemaakt voor Volendam. En dat is niet niks. Nee, toch niet niks? Nee, tuurlijk niet. Dankjewel. Superleuk.